Hi, ik ben Rob en vandaag wil ik even aan jullie presenteren een zaaggripper of een ripper. In ieder geval bescherming om het hout door de zettelzaag heen te voeren. En het is gebaseerd op een fabrieksmodel, de GRR uit de US. Nou, dit is dan het apparaatje voor wat grotere stukken hout, wat hoger, balken en zo. En deze zijplaat die is verstelbaar. Dat kun je zien door middel van hier deze sleuven met vleugelmoertjes. Ook de middenconsole, welke de zaagtunnel maakt, die is ook verstelbaar. En die is ongeveer 4,5 à 5 centimeter hoog. Maar je kan het zelf natuurlijk zo hoog maken als je zelf wil. Ook de zijplaat is in dit geval 12. Maar dat kun je ook nog vervangen, dat zal ik je zo direct laten zien, door een dunner exemplaar. En deze is dan 4,5. Om dan wat dunnere delen te kunnen zagen. En het handvat kun je natuurlijk zo neerzetten en opschroeven als je dat zelf prettig vindt. Nou, dan aan de onderkant zie je hier een soort van neopreen met een lijmlaagje. En dat creëert grip tijdens het naar voren schuiven. Hè? Nou, ik heb inmiddels het plaatje vervangen, de 12 mm versie, voor een iets dunnere, dus 4,5. En dat is makkelijker natuurlijk en heb je nodig voor als je hele dunne stukjes gaat zagen. En dat zetten we vast met duims schroefjes. Ik heb in dit geval 5 stuks. Nou, ik hoop dat jullie er iets aan hebben in de toekomst om het eventueel na te maken of zelf te maken. Of wat ideeën op te doen. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye.